Het is eigenlijk aan de hand van het verhaal over een kunstenaar dat ik iets wil vertellen over onze generatie in het algemeen. Niet per se over zijn kunst en alleen over kunstenaars, maar ook al over iedereen die in die leeftijdscategorie zit en millennial is en op zoek is naar zingeving in een soort van vluchtige maatschappij. Het gaat eigenlijk over een man, Floris Bocanegra noemt hij, dat is zijn kunstenaarsnaam. En die wil een diskette leggen op de top van de piramide in Egypte. Hij wil daarmee viraal gaan. En in de film heb ik eigenlijk zo dat virale tegenover de eeuwigheid van de piramides proberen te plaatsen. En die te laten contrasteren en zo te bevragen wat betekent dat nu, hoe dat wij zin geven tegenover van hoe dat ze vroeger zin hebben. Het is een beetje een speciale stijl, een heel vluchtige stijl met veel sociale media filters en zo. Eigenlijk wilde ik zijn verhaal vertellen dus, maar ook van een generatie. Dus ik vond het belangrijk dat ook de film zelf deel was van wat de inhoud is. Dus ook vluchtig en voordat je het ziet, is het beeld alweer vervangen door iets nieuws. We hebben twee keer naar Egypte geweest. Eén keer om veel te filmen en de tweede keer om dan echt die schijf daarop te droppen. Maar de tweede keer hebben we elkaar daar niet echt gezien, ik en het personage. Dat was zijn ding of zo. En ik wilde daar ook niet bij betrokken zijn of verantwoordelijkheid in dragen. Want die kwam met de vraag naar mij van, kan je een film maken over mij? En ik heb van beginnen gezegd van, als ik een film maak over jou, gaat het geen promotiefilm zijn. Dan ga ik mijn eigen interpretatie brengen van jouw verhaal. En ik wil daar ook geen verantwoordelijkheid voor innemen van dat hij iets op de Egyptische piramides legt of zo. Ik keur dat niet per se goed of zo. Maar ik wil daar wel over nadenken wat dat betekent. Hoe ver gaan wij en waar ligt je grens om iets te betekenen? Die kan daar zelf in de gevangenis door belanden. Van, het is een experiment geweest, die film, en dat is niet echt een afgewerkt product. Ik was net afgestudeerd en ik was bezig met mijn lang speelfilm. En ik dacht, oh my god, dat duurde 3 jaar voordat ik eindelijk die film ga mogen maken. En ik stel het systeem heel erg in vraag. Die film relativeert ook heel erg mezelf of zo. En dat vind ik belangrijk, dat de basis ligt bij de boodschap en het experiment en het proberen jezelf ook een plaats geven of zo, of je gedachten een plaats geven, maar dat dat niet per se iets afgewekt moet zijn. En hoe staat het nu met die lange speelfilm? We zijn eraan bezig. Ik heb daar scenario's voor gehad en ontwikkelingssteun. En mijn lange speelfilm gaat over hoe we iets rond ons heen in onze omgeving aanvaarden en hoe dat aanvaarden beïnvloed wordt. En dan ben ik ook nog bezig aan een serie, fictie. En ook wel met echte mensen die gaan spelen en geen acteurs. En dat is een jongere serie over een internaatsomgeving waar doven en slechthorenden samen met niet-doven samen zitten en op zoek gaan naar van hoe kunnen we onze beperking gebruiken als net iets positiefs. Cinema.